Op 20 en 21 september werd Bernisse On Stage in Heenvliet georganiseerd. We zijn in Heenvliet, wat vindt hier plaats? Er vindt Bernisse On Stage plaats. En Bernisse On Stage is een tweedaagse muziekfestival wat we al 3 jaar organiseren. En wat houdt het precies in? Dat wij op vrijdagavond en zaterdagavond coverbands hebben die allerlei liedjes kunnen gaan spelen. En op zaterdagmiddag hebben we een talentenshow van jonge beginnende bandjes. En waarvoor wordt het georganiseerd? Het is niet een speciaal doel waarvoor we het organiseren. We hebben een stichting en we proberen gewoon een feest in Heenvliet te organiseren. Hoe kan dit evenement georganiseerd worden? Nou, met name door sponsors. We zijn heel blij dat er heel veel sponsors zijn die toch een bijdrage willen gaan geven in deze moeilijke tijden. En daarnaast natuurlijk de bezoekers die komen, die gewoon een entreekaartje kopen en van daar een gezellige avond hebben. En de inkomsten van de bar. Dat is de inkomsten en de manier waarop we het gaan organiseren. Hoe is de stichting ontstaan? De stichting Bernisse On Stage is ontstaan uit de voetbalvereniging hier in Heenvliet. Bernisse heet die. Die waren 4 jaar geleden bestonden ze 35 jaar. We hebben toen een feest georganiseerd met hetzelfde werkgroepje wat er nu nog is. En daar eigenlijk is het idee ontstaan om het jaarlijks eigenlijk te doen. Omdat we hebben daar gewoon een kick van gekregen om zoiets neer te zetten met zoveel mensen. En daarin ook nog het plezier wat wij uitstralen eigenlijk ook over te brengen op de mensen. Het is best een jong evenement. Denken jullie nog langer door te kunnen gaan? Ja, we hopen eigenlijk jaarlijks het terug te laten keren. We zijn nu 3 jaar echt bezig achter elkaar. En we hebben gewoon heel veel zin om elke keer zo'n evenement te organiseren. Dus ja, wat mij betreft is het volgend jaar weer.